Ja, een nieuwe piepshow met Boris Staal. Ik heb haar. Ja, je hebt haar inderdaad. Boris heeft vandaag een dagje iets anders te doen. Dat kan. Dat gebeurt wel eens. Nog belangrijker dan dit? Ja, wauw. Dat is een goeie. Is er iets belangrijker in het leven dan bij de piepshow zitten? Ik weet het niet. Er zijn maar heel weinig dingen die belangrijker kunnen zijn. Maar hij is het toch niet. Ik heb jou toch gewoon eens een keertje bijgezet. We hebben al een keer Koos gehad, we hebben al een keer Skate gehad, we hebben al een keer Daan gehad. En ik vind het wel leuk om eens ook een beetje te kijken bij andere presentatoren. Hoe zij omgaan met het zakelijke aspect van gaming. Nou weet ik dat jij extreem fanatieke gamer bent. En extreem zakelijk ben. Je bent ook nog eens een keer extreem zakelijk. Want zeg je maar bent, even pauze, ik factureer nu even. Ja, je bent een entrepreneur. Ja. Een boek uitgebracht, eigen muziek, je DJ't. Dus zaken interesseert je wel degelijk. Maar hoe zit dat met de gameskant? Heb jij zoiets van, als die nieuwe Zelda uitkomt, kijk je dan ook even hoeveel die verkoopt? Of volg je een beetje de Activision Blizzard zaak? Of heb je zoiets van, jezus, ik word daar zo moe van, ik wil gewoon games spelen? Nee, ik vind dat wel interessant. Ik hou wel van het achterliggende dynamiek, zeg maar, die de gamesindustrie op de been houdt. En er zijn natuurlijk bepaalde dingen hebben ook heel veel invloed op hoe games eruit zien. Bepaalde modellen, subscription modellen, lootboxes, al die dingen. Dus ja, ik vind dat zeker heel erg interessant hoe mensen hun brood aan gamen kunnen verdienen. Omdat het ook heel erg bepalend is voor wat er met de games gebeurt tegenwoordig. Ja. Vind je dan in algemene zin, er gebeurt op dit moment ontzettend veel. De industrie is gewoon in een soort van turmoil. Je ziet publishers moeite hebben met de nieuwe ontwikkelingen. Je ziet anderen juist weer floreren de manier waarop we games tot ons krijgen. Hè, die is totaal veranderd waar we, jij en ik vroeger, bij wijze van spreken, bij de Free Record Shop in de rij stonden om een cartridge te kopen. Of een nieuwe cd kun je het tegenwoordig op allerlei manieren ook digitaal binnenhalen. Vind jij de industrie ten goede gekeerd? Of heb je zoiets bij die nieuwe ontwikkelingen? We gaan het straks over hebben, wat meer in diep van, ik weet het niet, man. Ik ben misschien toch te veel old school. Ja, dat is een mooie vraag, maar ook moeilijk te beantwoorden. Kijk, in een bepaalde mate is game design ook wel heel erg gedemocratiseerd. Dat zie je natuurlijk nu met indies en zo. Dat vind ik wel, dat heeft sowieso heel veel goeds gedaan. Je merkt dat de dingen die bij indies gebeuren en dat ook een kleine studio een groot succes kan hebben, heeft natuurlijk ook de grote studio's weer aan het denken gezet. Ja. Anderzijds het feit bijvoorbeeld de teleurgang van Konami, wat mij echt persoonlijk heel erg heeft gekwetst. Want ik ben misschien wel de grootste Pro Evo liefhebber hier, misschien samen met Skate. Dat weet ik niet trouwens of er nog meer is. Volgens mij Koos ook. En met elkaar dat soort dingen. Dat Konami heeft uiteindelijk echt gekozen voor leuk en aardig. Al die diehard gamers die ons op een kussentje, op een rood satijnen kussentje dragen. Ja. Maar weet ik veel, wat was het? Pachinko machines en online gaming. mobiele games verdienen gewoon meer. Dus Kojima, ga maar bij de appie vakken vullen. Ja. En ja, dat is, vind ik, niet een goede ontwikkeling. Nee, nee ik volgens mij. Jij speelt veel games, maar je hebt ook wel een bepaalde vatbaarheid voor langlopende games. Dus die games as a service, weet je wel. Wat ervoor zorgt dat de tijd die je hebt om te gamen steeds meer gefocust wordt op een bepaald titels. Terwijl jij en ik ook al houden van diversiteit, van verschillende dingen uitproberen. Vind je dat jammer? Ben je daar vatbaar voor? Voor wat meer van die games die maar de hele tijd blijven evolven? Nou, ik ben zelf wat dat betreft misschien wel ouderwets. Dat zal dan ik ben toch nog een product van de jaren 80. En ik hou ervan als games op de duur ook weer stoppen. Ik heb ook nooit games als World of Warcraft en zo raak ik ook niet echt aan. En ik vind het fijn als een ervaring een soort hermetisch afgesloten is op de duur. Dat je gewoon zegt, ik begin aan een game en ik stop met de game. Dan heb ik die in mijn ervaringsgeheugen en dan ga ik door naar de volgende. En ik moet wel zeggen, bij een game als Warzone vond ik dat heel tof. En het is ook wel heel bijzonder eigenlijk, want ik mis Warzone 1 heel erg. En het feit dat zo'n game evolueert en dan vernieuwt, dat maakt het ook een soort van nostalgie naar een game heb je normaliter niet, want die kan je altijd nog spelen. Of tenminste, ja, je hebt wel nostalgie, maar niet dat je echt iets mist en dat het er niet meer is. Ja. Dus in dat opzicht vind ik dat wel interessant, alleen, ja, ik ben gewoon ouderwets. Geef mij maar gewoon een RPG waar ik 100 uur in kan keeperen en die ik dan ook weer helemaal afgesloten kan wegdoen. Ja. Maar ergens is dat model en heeft het misschien ook een beetje zijn houdbaarheid wel een beetje bereikt. Of tenminste, het zou niet erg zijn als de gamesindustrie daar ook mee zou evolueren. En je ziet natuurlijk nu ook met AI, NPC's, dat soort dingen waar ze het over hebben. Ik vraag me af of ik dit nog 37 jaar kan doen op deze manier.
Laten we naar het eerste onderwerp toegaan. We weten natuurlijk al een tijdje dat we in een tijdperk zitten van de subscription models, live as a service. En dat het merendeel van de verdiensten van publishers, van veel publishers, niet meer gehaald worden uit het verkoop van games in een doosje. EA is daar misschien wel met Activision het beste voorbeeld van. Ik ga nu even het getalletje een beetje uit mijn hoofd noemen. Maar volgens mij was het iets van 75% van wat ze omzetten is eigenlijk alleen nog maar in-game acquisitions. Dus het kan een season pass zijn, een battle pass, microtransactions, al dat soort dingen. En dat liegt natuurlijk niet. Op het moment als er nog maar 25% komt uit boxed games, dan zie je dat zo'n bedrijf ook gaat evolueren naar een nieuw opzet. En EA, deze prachtige meneer, deze meest gladde man, deze man ademt, vind ik, echt EA. Dit is EA. Het is, ja, zit goed in het pak, goed getraind, flitsend. Zal ongetwijfeld een confectiepakje van toch zeker 1500 euro zijn, hoor. Dit is tailor-made. Hij lijkt een beetje op Cristiano Ronaldo. Hij lijkt een beetje op Cristiano Ronaldo, inderdaad. Andrew Wilson heet dat. We zitten ook een beetje in de tijd van die aandeelhouderspraatjes. Van wat gaan jullie allemaal doen in het volgend jaar, bla bla bla. En hij heeft eigenlijk gezegd, wij gaan investeren. En dat heeft Ubisoft dus eigenlijk ook al gezegd. En Activision eigenlijk min of meer ook al in. Maar ze hebben een nieuwe naam gegeven, Games as a Platform. Dat betekent, en ik denk dat dat bijvoorbeeld gelinkt gaat worden aan Battlefield. Omdat hij daarvan ook zei van, hey, Battlefield komt terug. Maar in een geheel ander... andere vorm dan je denkt. Nou wil ik niet zeggen dat het opeens allemaal cartoony characters wordt, maar games. Games as a platform is eigenlijk, je bouwt een hub, een begingame. Denk aan ook inderdaad wat Ubisoft met Assassin's Creed wil doen, een begingame. En daar gaan dan de hele tijd, komt daar stukken singleplayer, stukken multiplayer, er komen modes in, er komen tournaments in, ranked, unranked. Constant komt er nieuwe content waarvoor je weer de poeplap mag trekken. En zoiets kun je bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar blijven volhouden. Destiny ook, weet je. Zo'n base game gaat gewoon 10 jaar mee en dan moet er weer een keer een nieuwe worden. En op die manier denken zij veel meer geld te kunnen verdienen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb zoiets en dan wil ik meteen eventjes door naar een andere man. En dan moet ik even dit wegklikken. En dan hebben we het over niemand minder dan, dan moet ik even, ja, Shuhei Yoshida. Hij is niet meer de baas bij Worldwide Studios, bij PlayStation. Hij doet nu de indie games. Hij was wel de voorganger volgens mij van Herman Hulst. En hij heeft nu al een paar keer laten vallen. Ook omdat PlayStation 10 live as a service games wil gaan maken. Waarbij Herman Hulst wel heeft gezegd, ja, ho, 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 het worden niet allemaal Destiny's. Hè? Het gaat allerlei soorten verschillende modellen ga je krijgen. Hij zegt van, ik mag toch niet hopen dat we alleen nog maar live as a service games gaan hebben, want dat is boring as fuck. En ik zat daar een beetje over na te denken. En ik heb natuurlijk het afgelopen weekend Zelda gespeeld. Maar bijvoorbeeld Diablo komt er ook weer aan. En dat zijn, ja, weet je wel, waarbij Zelda toch duidelijk een hele... Het is echt een enorme game. Overweldigend groot. De review staat inmiddels online, dus daar hoef ik het eventjes niet meer over te hebben. Inderdaad, er is een einde aan, weet je. Op een gegeven moment heb je of je hebt de campaign uitgespeeld, of zeg maar het einddoel bereikt. Dat is wat ik ga doen en dan stop ik ermee. En je hebt mensen die gaan full-on completionist en die gaan alles ontdekken. En dan is het op een gegeven moment ook klaar. Waar Diablo Blizzard al heeft gezegd, vanaf juni komt alweer de nieuwe content. En een nieuwe content, een nieuwe content, een nieuwe content. En op een gegeven moment dacht ik ook van, precies wat jij zei, van Jesus man. Ik ben daar aan de ene kant vatbaar voor. Maar als ik de hele tijd alleen nog maar Diablo en Call of Duty ga spelen, omdat dat al mijn tijd opslurpt en ik heb gewoon niet meer dan 2, 3 voor de vrije tijd. Hè? Niet voor mijn werk, maar voor de vrije tijd. Om even daar een wat jij zei over die, ja, hoe zeg je dat? Ja, games as a platform. Ik denk dat er bepaalde genres zijn waar eigenlijk dit al jarenlang gebeurt. Als jij kijkt naar bijvoorbeeld de FIFA's en de NBA 2K's. In de WWE 2K's. Ja. Die games zijn eigenlijk een soort van incremental upgrades. Elk jaar worden er een paar legends bij ingeflikkerd, een paar stadions. Maar eigenlijk wel boxed. Ja, wel boxed. En dat is jammer. Je zou eigenlijk,
Ja, daar zit ik wel eens over na te denken. Nee, precies. Dat zou passen. Het heeft ook met licenties en dat soort dingen te maken natuurlijk. Kijk, in de ene game zitten namelijk weer stadions die niet in de andere zitten. En als je alles bij elkaar zou toevoegen, dan zou je echt een universe krijgen. Voor sportsgames maakt het sens. En op een bepaalde manier, toen jij zei Ubisoft, toen moest ik wel een beetje gniffelen. Want ja, Assassin's Creed, voor mij, ik ben er nooit heel erg gecharmeerd geweest van die games. Nee. Ik moet zeggen, Brotherhood vond ik vet. En ik heb Origins gespeeld, vond ik ook vet. Maar dan heb ik het ook wel weer gehad. En Assassin's Creed is ook zo'n game eigenlijk, waarbij ik het idee heb dat zij in één jaar kunnen ze wel weer een nieuwe maken. Ze hebben gewoon een soort formule eigenlijk voor die game. En ja, dan zou je bijna kunnen denken, zou dat niet als een soort subscription-based, dat je gewoon een jaarlijkse map-update krijgt met nieuwe storylines? Want zoveel verandert er niet. Nou ja, kijk, maar mijn grote probleem is van, gaan ze dat leuk houden? Want ik bedoel, als je kijkt ook naar Destiny, wat feitelijk ook zo'n games as a platform model is, want iedereen geeft er weer zijn eigen naampje aan, dan zie je gewoon dat dat met pieken en dalen gaat. Dat de ene DLC vindt iedereen heel vet en dan daarna dan vindt het allemaal, de volgende DLC, bijvoorbeeld de laatste DLC, vond iedereen weer vrij kut en is iedereen weer boos. Ik weet niet of games het in zich hebben om maar steeds weer nieuwe content. Kijk, inderdaad, sportgames is logisch. Want aan het eind van het seizoen, ja, dan gaan mensen transfereren. En dan komen er nieuwe shirtjes aan. Dan weet ik allemaal, hoppakee, patchje erop. Ja, precies, en alles is eigenlijk ook een kleine upgrade. Maar ik denk inderdaad ook een groot deel van hoe mensen games consumeren. Als ik even in mijn vriendengroep kijk, is ook heel erg de hype. Mensen willen altijd, oh ja, dan komt dat. Dat was vroeger al, Mortal Kombat 4 komt, weet je wel. En, oh ja, dan heb je 3 net gehad. Oh, Mortal Kombat 4. Nou, dan was iedereen helemaal aan het ophypen. En dat hoort er ook een beetje bij. En daar verkoop je dus ook weer die games op. Want iedereen gaat wel weer in de rij staan voor die nachtrelease van, weet ik veel. Dat zal met GTA 6 zal je dat ook wel weer zien. Ja. En ik denk uiteindelijk dat dat ook wel gewoon belangrijk is om box games te blijven verkopen. En ook om de devs. Kijk, uiteindelijk, het gaat natuurlijk om geld verdienen. Maar de gamers moeten wel de shit die ze spelen leuk vinden. Dus daar, Nee, dat snap ik wel. Het feit is natuurlijk wel, als je kijkt naar een Elden Ring, wat een van de beste games is, of Hogwarts, of misschien nu de nieuwe Zelda, weet je. Dan lopen ze allemaal tegen de 20, volgens mij heeft Elden Ring nu 21 miljoen verkocht. Zelda zou nog wel eens veel meer kunnen doen, omdat nou eenmaal iedereen die een Switch heeft, die de helft gaat ongeveer die game kopen. Maar er zit een soort van eind aan dat bereik. En wat die purposes hopen, is dat dat bereik bij zo'n games as a platform er niet is. Dat het maar doorgaat en doorgaat. En het enge daarvan vind ik, op het moment als een gamer zwaar investeert in een game, dus hij heeft een fucking dure setup gekocht, zodat zijn character top-notch is, dat je dan blijft spelen, ondanks dat je het misschien niet meer leuker vindt, omdat je gewoon kut vindt dat je gegijzeld. Je bent echt gegijzeld. Plus het zijn hele nare knoppen waar ze aan kunnen draaien, weet je. Als ze kunnen in één keer zeggen van, oké, alles gaat weer op nul. Hop, en weer overnieuw beginnen. En dan haakt er altijd een deel af. Maar als je zo invested bent in die game, dat je fuck, ja nee, dat gaat mij niet over. Hup, $150 en heb ik weer mijn nieuws. Ik ben er echt geen voorstander van. En hoe meer je vertelde me de vraag aan het begin van het item, en hoe meer ik dit gesprek aan het voeren ben, hoe meer ik mij besef dat ik er eigenlijk echt gewoon, ik vind het echt, ik ben een grote Battlefield-liefhebber. Ja. Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Ik weet niet of ik het wil weten, maar ik walg er nu eigenlijk alweer van. Want ik zie alweer dat het wordt dan weer in, ja, precies. Je moet af en toe ook een game uitbrengen, is ook een bepaald risico nemen. Je zet een product in de markt, je weet niet hoe mensen erop gaan reageren. Je moet je stinkende best doen om het goed te maken. Nou, je ziet nu al dat games half versie 0,8 wordt in de winkel gelegd en dan patch je ze hem langzaamaan naar versie 1.0. Ja. Ik heb het idee dat eigenlijk inderdaad wat jij zei, dit is ook een veiligere manier om dat te doen inderdaad. Jij bent nog niet helemaal af, maar het komt wel goed. Precies, en je bent heel langzaam geld aan het leadje. En uiteindelijk pak je misschien meer als bij een boxed game. Maar je hoeft er ook misschien ietsje minder, hoe zeg je dat, wat minder je best op te doen. Want je kan wat meer achteraf nog dingen gaan pappen en nat houden en plakken. En doe mij maar gewoon een goede afgame in een doosje op mijn bureau, die ik daarna weer kon doorverkopen op Marktplaats als ik hem uit heb. Nou, ik ben het wel met je eens. We zitten voor mij, de publisher krijgt meer macht. Die macht is er ook natuurlijk bij een fullbox game, want dat is wat ze maken. Maar op het moment als die game af is, alhoewel ze wel kunnen patchen, maar die game is af, dan ligt de macht bij de gamer. Dan ligt die bij mij. Namelijk, ik vind hem kut of ik vind hem heel erg vet, weet je wel. En op het moment als het een altijd maar evolving is, dan zijn er allerlei knoppen waar ze aan kunnen draaien. En ben ik de macht een beetje kwijt. Ja. En ik vertrouw ze gewoon niet helemaal. Plus, als iedereen het gaat doen in de industrie, wat iedereen nu doet, Activision, Ubisoft, Square, weet ik veel, iedereen gaat hierin.
Je hebt niet zoveel tijd om al die shit te spelen. Nee, wat je ook krijgt is dat op de duur de mening van mensen, en dat heb je bijvoorbeeld met de laatste Star Wars film wel gezien, dan als iedereen er iets zijn plasje over moet doen, dan wordt het net niets. En dat krijg je ook met games. Zeggen ze, ja, oh, de submachine guns zijn te overpowered. Oh, nerf dit, nerf dat. En op de duur na 20 updates is iedereen één keer blij geweest. Ja. En het is gewoon jammer. Ik bedoel, Battlefield 1 bijvoorbeeld ook. Ik speelde heel vaak met die kleine vliegtuigjes, vond ik te gek. Ja. Maar toen was iedereen aan het klagen, ja, die zijn te sterk. En op zich is het ook goed. Hè? Er moet ook balans in een game komen natuurlijk door community feedback. Mm-hmm. Maar ja, die game uiteindelijk heeft iedereen op het duur een keer een tik op zijn vingers gehad. En dan, ja, dan... Je gaat geen scherpe keuzes maken, nee, precies, want je wil iedereen te vriend houden. Dat bedoel, dus dan is die, zijn die vliegtuigen maar overpowered. Dan is dat gewoon de exploit van die game. En dan, het is voor beide valt wat te zeggen. Maar ik vind het jammer, want uiteindelijk krijg je dus wel dat het zoveel afgefeild wordt dat het gewoon niet meer, dat je, ja, dat het gewoon niet meer scherp is of zo. Nee, overigens zei Andrew Wilson er wel bij dat singleplayer adventures als bijvoorbeeld de laatste Star Wars nog steeds wel onderdeel zullen uitmaken van hun plannen voor de komende tijd. Laten we het hopen. Ik hoop het ook, ja. Maar dit is wel een ontwikkeling die we de komende jaren gaan zien en misschien ook een reden is waarom bijvoorbeeld een evenement als de E3 niet meer zou aantrekkelijk is, omdat een game launcht niet meer echt. Weet je, het is een platform en er komen steeds nieuwe dingen uit. Het blijft evolven en dat is niet handig om op de E3 te laten zien. Dus dat kan ook een onderdeel zijn van de brain fart die ze hadden om te zeggen, we gaan wel of niet naar de E3. Dan gaan we naar wat leuker nieuws. We hadden het net al over de rijen en ik wil dit even laten zien. Dit is namelijk de rij voor Zelda. Dit is niet echt ongelooflijk. Ik vind dit leuk. Dit doet mij ook goed. Ik mag hopen dat dit blijft gebeuren. Dit zijn gewoon mensen die excited zijn voor een fucking game. Ik denk dat dit de Nintendo Store is. Dit is de Nintendo. Hier word ik blij van. Dit is zo moet het zo. Ja, misschien ben ik nostalgisch, maar dat wil je toch? Gewoon, Je ziet ook gewoon. Dit zijn wel de echt type. De gamers die daar allemaal zitten. Allemaal in Zelda. Dingetjes erbij zijn. Ik weet niet of ze wat krijgen als ze als eerste zijn. Ik weet ook niet. Kun je Zelda online kopen? Of is het echt boxed? Hè? Volgens mij. Je kan ook de game digitaal kopen. Maar ja. Ik snap ook niet trouwens even side note. Waarom digitale games duurder zijn dan boxed games. Maar goed. Dat snap ik wel. Omdat als ze het goedkoper maken. De retail erg boos worden. Die hebben ze dus blijkbaar toch wel nodig. Maar dit is een hele lange rij. En dit. Ik hoop ook dat de industrie dit ziet. Nogmaals, de review die hebben we gisteren gehad. Daar zitten allerlei voor- en tegens in. Het is best wel een leuke review geworden. Maar duidelijk is dat Zelda gewoon een hele vette game is. Die gamers gewoon heel veel plezier gaat bezorgen voor de $70 of €70 die ze gaan betalen. En natuurlijk de Switch. Hè. De Switch stond al een tijdje droog wat mij betreft. Ja, absoluut. Ja. En dat zag je met Elden Ring. Dat zag je met Hogwarts Legacy. De grote kassuccessen van dit jaar zijn de standalone games. Ik kan natuurlijk niet kijken hoeveel geld een FIFA omzet op dit moment. Of een Destiny. Of een Destiny inderdaad. Maar dit laat toch ook wel zijn. Maar het ding is gewoon, die game moet goed en af zijn. En blijkbaar zijn er nog maar weinig partijen. En Nintendo is er gelukkig één van die het voor elkaar krijgen om een game ook gewoon af te maken en uit te stellen als hij niet af is. En kleine kanttekening. Ja? Kleine kanttekening. Ja, dat mag. Kleine kanttekening. Zeker volgens mij was het een day one patch. Ik weet het niet, want wij hebben natuurlijk net even. Ja, inderdaad. De game heeft een patch gekregen en daarna liep de game ineens wel op 30 fps. Maar voor de patch was het. Dus ja, ik vind het trouwens knap gedaan, hulde aan Nintendo, dat ze, ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar dat ze met één patch ineens de framerates weer redelijk goed hebben getrokken. Nou, ze hebben het in ieder geval. Maar goed, ik check de review. Ik denk dat daar veel meer over hebben. Even kijken. Dit vond ik ook nog wel interessant. En dan moet ik even kijken. Moet ik het even weer eventjes pakken. Dit is. Ik weet niet hoe jij hier tegenover aan staat. De Amiibo's. Je kan deze game dus ook met een Amiibo spelen. En nieuwe Legend of Zelda uit. Normaal is die volgens mij €29,99. En de Legend of Zelda is uit. En dit is NetGames. Maar iedereen doet dat helaas. Die pompt hem dan meteen op naar €49,99. Ja. Ja, ik ben geen ondernemer, hè? Dus ik kan hier altijd heel. Ik krijg er altijd ontzettende jeuk van. Aan de andere kant, een winkel moet ook geld verdienen en vraag en aanbod. Bijvoorbeeld als Boris had gezegd dat ik zeg, dat is toch business, dat koop je toch niet. Nee, ik snap het ook wel. Ik ben wel een consument, ik onthoud dit. Dan denk ik van, oké,
Weet je, ik bedoel, ik kocht altijd best wel veel bij de Mediamarkt, maar sinds ze die fucking shit met die PlayStation, met al die fucking bundles deden, en anderen doen het ook, heb ik al zoiets van, ik weet het niet, man. Ik vind jullie niet zo leuk. Ja, dat kan. Ze kunnen het doen. En je ziet het ook vaak. Kijk, ik bedoel, en dat is het vervelende. Dat heb je nu ook als je bij de kringloopwinkel een Super Nintendo spel vindt. En die is 5 euro. Dan zeggen ze, oh wacht, ik ga even checken op mijn telefoon. Oh nee, hij is 20 euro. Nou, weet je wel, ja, ik bedoel, we hebben nu een soort van algehele soort van pool waarin alle informatie staat van wat iets moet kosten. En elke, zelfs je oma die een plaat van, weet ik veel, een van de plaat van de Doors op de zolder vindt, die zal hem ook op de marktplaats zetten. Die gaat ook eerst googlen, wat is deze plaat waard? Ja. En als Netgame, ik bedoel, ja, Netgame die wil ook gewoon zijn knaken verdienen. En ik snap dat wel. En ja, als zij het niet doen, dan staan ze, ja, dan doen de buren het wel. En je gaat wel zien dat natuurlijk, als ze allemaal met die stok blijven zitten, dan krabbelt het wel weer terug. Nee, tuurlijk. Maar, bedoel, kijk, ik moet ook ontzettend lachen om al die fucking PlayStation 5 scalpers die maar hebben, die bovenop hun voorraad zijn blijven zitten en die nu die dingen echt tegenwoordig niet meer aan de straatstenen kwijt kunnen raken, omdat het eindelijk een redelijk normale situatie is geworden. Is dat zo? Wat doet een PlayStation 5 nu op Marktplaats? Volgens mij kun je hem nu onder de vraagprijs krijgen. Maar ik adviseer niemand om dat via Marktplaats te kopen. Want als er iets kapot is, kun je niet meer terug. Doe het gewoon lekker via de reguliere retailer of via PlayStation zelf. Weet je wat? Inmiddels kun je er gewoon een normale prijs voor betalen. Kijk, ik heb altijd zoiets van, kijk, ik snap ook wel, markttechnisch, het mag, weet je wel, er staat nergens in de Nederlandse wet dat je niet 50 euro mag vragen voor iets wat 30 euro is. Dat is aan de winkel. Ik vind het nooit zo slim, maar misschien zitten we in een tijd dat slim even niet telt. En ik kan me ook best wel voorstellen dat zo'n wat kleinere keten als Netgames het best wel lastig heeft, want iedereen heeft het lastig in de gamesindustrie. Mm-hmm. Mensen gaan steeds meer online kopen, et cetera, et cetera. Dat je niet anders kan, maar... Ja, ik weet het niet. Als consument, dit kan ook juist het moment zijn van... Vet, man. Precies. Ik zou denken, als ik bij de Netgame kom... en ik bedoel, de meeste mensen staan echt wel even te checken wat zoiets online kost. Die gaan gewoon naar Budget Gaming. Die zien dit ding voor 50 en die denken... oh, ik kan het ook voor 29 kopen bij... Weet ik veel, pietjesgameshop.nl. En je bent iemand kwijt. Dan denk ik dat de Netgame zichzelf hier natuurlijk geen dienst mee bewijst. Maar nee. Ik kan niet in hun argumentatie kijken... waarom ze dit ding dan zo duur hebben gemaakt, hoor. Ik kreeg het ook binnen via wat mensen uit de community. Maar goed, ja, weet je, als iets hot is, dan gaat dit gebeuren... En in ieder geval leuk om te zien. Super blij mee. Volgens mij hebben ze nu 2 keer zoveel gekocht als Hogwarts Legacy bij launch. Wat echt insane is, omdat het alleen maar een Switch is. Het behoort al bij de best verkopende Zelda's. En ik denk, de best verkochte tot nu toe was 30 miljoen. Dat was Breath of the Wild. Mm-hmm. Want daarvoor die Zelda's, ik heb daar een apart item over gemaakt. Ik dacht van, dat is een fucking million seller. Maar dat valt best wel mee. Ze kwamen feitelijk nooit veel hoger dan 6 tot 8 miljoen. En ik denk toch dat... Ocarina of Time, hoeveel is die verkocht? Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar er zat niks boven de 10. Alleen Breath of the Wild was 30. En dat was natuurlijk ook die Switch. Ik ben even een soort van mind blown. Dus er zijn gewoon nog 6,9 miljard mensen die Ocarina of Time nog moeten spelen. Ja, dat ongetwijfeld, ja. Nee, Mario is echt... De Mario franchise is goed voor honderden miljoenen verkocht. Maar dat is natuurlijk ook... Daar hebben we het ook van de Mario Kart. Dat is de Super Mario Paper. En de Zelda gaat het echt meer over richting de 100 miljoen. Mario is een soort Italiaans maffiasyndicaat. Dat is niet normaal. Dus ja. Die zijn overal. Dus Zelda is wel meer mainstream geworden. En ik denk dus, als je eruit gaat dat al bij Breath of the Wild... op dat moment 1 op de 2 Zelda kocht... en we zitten nu op 120 miljoen Switches... dat het zomaar 50, 60 miljoen kan gaan worden. Ja. Want dit is wel de game die je wil hebben. En dat is toch knap, hè? Dat Nintendo, we kunnen altijd zeggen van het is tijd voor een Switch 2 en alles kan je ervan zeggen. Maar ja, ze verkopen de systemen en ze verkopen de games. En daar draait het uiteindelijk wel. En alles met winst. Dus... En ze maken de games, dat is ook belangrijk. Ook nog eens een keer, ja. Gaan we naar een bedrijf wat op dit moment helemaal niet zo goed draait. Dat is, dan moet ik even kijken welke ik ga pakken eerst. Dat is, dit is een logo. Ik pak even gewoon, ja, Square Enix. Iedereen heeft zo'n beetje zijn jaarcijfers bekend gemaakt. En eigenlijk kun je zeggen, geresumeerd, iedereen heeft het oké gedaan. Sommigen hebben het goed gedaan, anderen hebben het iets minder goed gedaan, maar nog steeds oké.
Twee bedrijven kwamen er negatief uit. Konami inderdaad, die deed het niet heel erg lekker. Maar Square Enix was toch wel degene die echt wel een behoorlijke tik om de vingertjes kreeg. Op de vingertjes kreeg. 6% minder omzet en 25% minder winst. Dat is een kwart. En dan zeggen ze altijd, sales did not reach the level of the previous year despite the release of multiple new titles. Ja, als je games als Forspoken uitbrengt, ja, dan snij je jezelf ook een beetje in de vingers. Precies, dat heb ik ook. Ja, hier zie je het een klein beetje. Dit zijn best wel altijd weer lastige cijfers. Overigens gaan ze natuurlijk nu met Final Fantasy 16 en Final Fantasy 7-2 gaan ze natuurlijk goede tijden tegemoet. Ja, ja. Dat denk ik wel. Daar verwacht ik veel van. Ja, van exact. Ze zijn natuurlijk wel heel erg pro-PlayStation. Dus alles komt uit op de PlayStation en de PC. En niks komt uit op de Xbox. Dat zal ze ook iets kosten. Maar het feit is dat afgezien van Final Fantasy en Kingdom Hearts, alle andere shit die ze de hele tijd proberen, niet best is. Ja. En dan heb je zo'n baas die heel erg loopt te oreren hoe fucking blockchain en NFT's de toekomst gaan zijn. Terwijl iedereen al is afgehaakt. Ben jij een Square liefhebber? Ja, zeker. Ja, back in the day. Ik bedoel, Final Fantasy 7, 9, 10. Nee, dat zijn voor mij echt Xenogears. Dat is een van mijn all-time favoriete RPG's. Ik had ze hoog zitten. Chrono Cross trouwens. Chrono Trigger. Die mag je er ook nog bij gooien. Ja. Evo is ook zo'n game op de Super NES. Maar je hoort het al. Dat zijn allemaal oude games. En ja, dat is ook wat ik altijd een beetje met Square Enix heb. Was trouwens Octopath Traveler. Was die ook niet van Square? Volgens mij wel. Ja, die vond ik wel heel tof. Maar ik moet zeggen, Square is ook zo'n developer. Forspoken heb ik ook de review van gedaan voor GameX natuurlijk. Die game voelt gewoon als een game uit 2016 op de PS3. Zeg maar, of net de early PS4. Los daarvan voel ik ook wel waarom zij denken dat dat vet gaat zijn. Want ik snap hun gedachtenproces, maar ik snap ook precies waarom dat het net niet is geworden, zeg maar. Het is een soort van ouderwetse manier van met games omgaan, met game design omgaan of zo. Ik weet niet. Dat zie ik met die Final Fantasy's ook. Ik vond bijvoorbeeld Final Fantasy 7 Remake ook heel tof. Maar het zijn wel games die missen een bepaalde mainstream instap. Weet je, Final Fantasy 7 Remake is een hele vette game, maar ik bedoel, dat combat systeem, als ik dat aan iemand laat zien die van Call of Duty komt, die krijgt een halve, die zit soort schuimbekkend in psychose, raakt hij daarvan. Ja. Het is, ja, dat met Forspoken is het gewoon net niet. Het is wel grappig dat waar twee andere Japanse bedrijven, namelijk Bandai Namco en Capcom, het op dit moment echt heel erg goed doen. En ook een soort overstap hebben gemaakt naar games uitbrengen die appelleren ook aan de westerse gamer. Denk aan Elden Ring. Ik moet even goed bij Capcom. Die heeft ook wel Street Fighter, komt er straks aan. Lijkt het wel of Square Enix die stap niet kan maken. En we hebben het een tijd geleden, heb ik echt over een aantal jaren geleden, waren we heel erg beetje depressief over de staat van de Japanse development. Dat het allemaal archaïs was. Inderdaad nog steeds third-person gameplay die gewoon niet soepel was. Terwijl in het Westen die shit al lang soepel was. En waar die andere partijen daar overheen zijn gekomen. Resident Evil, fantastisch voorbeeld van schitterende games die zowel in Japan als in het Westen scoren. Is Square Enix blijven hangen. En Final Fantasy blijft natuurlijk altijd gewoon een gigantische franchise. En daar hebben ze ongelooflijk veel geld. En dat gaat ook wel goed komen. Maar alles wat ze nieuw doen, het lukt ze gewoon niet, man. Het is ouderwets. Het is niet goed. Nee, en als je kijkt, Resident Evil is een mooi voorbeeld. Want Resident Evil is natuurlijk als serie best wel getransformeerd. Ook qua gameplay. Weet je? De eerste was een beetje, ja, toch wel gewoon echt fixed camerapunten. Eigenlijk zoals Final Fantasy Klunkies 7 ook was. En op een bepaalde manier, kijk, het is misschien een beetje een flauwe vergelijking, want Final Fantasy is natuurlijk een ander genre als Resident Evil is. Dan Resident Evil is. En ik moet zeggen dat op een of andere manier heb ik het idee dat ze net niet volledig kunnen committeren aan een vernieuwing van die game. Want dat combat systeem, nee, wat ik nu ook weer bij Final Fantasy zie, er gaat wel ietsje meer controle in komen. Volgens mij kan je nu ook je summons besturen en dat soort dingen. Ik ben wel enthousiast, maar ik ben niet echt enthousiast. Weet je wat ik bedoel? Terwijl ik wel een hele grote Final Fantasy fan ben. Ja. Maar ik heb het idee dat op een of andere manier het is, ja, nou ja, ik val in herhaling, maar het is het gewoon net niet. Het is het gewoon net niet. Het is een bedrijf wat het lastig heeft. Ik denk ook dat een management die heel erg op blockchain gaat inzetten en NFT's, misschien ook niet resoneert met een werkvloer, of dat misschien een beetje doorcijpelt dat mensen niet
100% motivated zijn. Weet je wat het is? Ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar een van de grootste successen volgens mij van Square Enix. Je kan me, correct me if I'm wrong, Dragon Quest. Dat is natuurlijk een van de grootste series. Ja. En een hele vette game vind ik dat. En die game, nou, als je het over archaïs hebt, die game is old school als mijn opa's pantoffels. Ja. Dat is super ouderwets. Maar dat werkt. En er is, ik denk dat zij ook, omdat het een Japans bedrijf is, dat zij ook heel erg proberen naar de mate dansen van wat daar gevraagd wordt. En ik denk zeker dat het om westers echt aan land te raken, dat is altijd een beetje dat verhaal geweest. Nee, het is altijd moeilijk. Maar wil je een groei doormaken, is dat blijkbaar, en kijk naar bijvoorbeeld de Elden Ring, kijk naar de Resident Evils, de Street Fighters die er straks aankomen, is dat wel een must? Wil je verder groeien? En kijk, niet voor niets dat Square Enix en Konami al de hele tijd als we het hebben over Microsoft gaat nog wat kopen, Sony gaat nog wat kopen, is het altijd, nou, dat zal dan wel Square of Konami zijn. Dat zijn partijen die gewoon echt een probleem. Square die fucking Tomb Raider, al die shit verkoopt voor, wat was het, 350 miljoen of zo, echt heel weinig. En vervolgens Embracer die dat dan meteen weer doorverkoopt voor heel veel geld. Ja. Ja. Het is een bedrijf. En vaak zie je wel als een bedrijf eenmaal in een soort van probleemcyclus zit, waar steeds alles wat ze hebben, Babylon Fall, ook van hun, en misschien wel de slechtste game van 2022 volgens mij, poedel na poedel uitbrengen, dan raakt er een soort paniek in het systeem. Ja, in het systeem. Dan gaan ze rare dingen roepen, rare dingen doen. Er moet daar echt iets gebeuren. En ik gun het ze van harte. Ja. I'm rooting for them. Ik bedoel, zeker. Het is een developer met een ontzettend mooie historie. En ik denk zelfs om nog even te kijken in game als Forspoken. Misschien dat van hun dan ook een poging was. Dat denk ik wel. Om ook een beetje meer die Japanse stijl te verwestersen. Zodat het hier wat voet aan. Ik weet het niet. Nee. Ik weet gewoon niet voor wie het is. En dat heb ik ook een beetje met die Final Fantasy's. Want ik zou daar super excited voor moeten zijn. Want ik ben een groot Final Fantasy fan. Maar het voelt gewoon. En ik moet wel zeggen, de 16 is het toch de nieuwste? Ja. Ja, was het tel even kwijt. 16 is wel. Tot dusver ben ik daar enthousiaster over dan welke dan ook dan van de afgelopen jaren. Want ik vond die boyband Final Fantasy vond ik echt verschrikkelijk. Met al die lipo's. Ja. Maar dit ziet er wel goed uit. Het gaat de goede kant op. Alleen, ik vrees dat het qua gameplay wel weer dezelfde soort psychose carnaval wordt. Vol met allemaal shit gebeurt. En ik heb gewonnen. Ja, nou ja, we gaan het zien. 22 juni ligt die voor. Ik hoop het voor Square. Ja, ik hou me hard vast. Eindigen we met iets wat ja, vond ik opvallend. Het is een gerucht. Het is niet dat Bethesda dit zelf heeft bekendgemaakt. Nog Xbox. We hebben het natuurlijk over Starfield. Je weet het. Redfall heeft niet gedaan wat het had moeten doen. En daardoor is de druk op Starfield nog hoger geworden. En dan krijg je een beetje de PlayStation kant natuurlijk. Die zegt, haha, zie je wel. Microsoft kan er helemaal geen hol van. Die kunnen geen games maken. Nou ja, in principe hebben ze natuurlijk een beetje gelijk. Want het lukt ze maar niet. De druk op Starfield is groot. En nu is dus daar het gerucht dat id Software, wat volgens mij ook een onderdeel is van Bethesda en dus feitelijk ook voor Xbox werkt, als het ware. Bethesda heeft geholpen om de shooting mechanics in de game top-notch te krijgen. Het is niet wat veel mensen ervan maken, het was kut en nu hebben ze het goed gekregen. Nee, ze hebben het gewoon geperfectioneerd, als het ware. En heel veel mensen, laat ik zeggen, zijn twee groepen. De ene groep die zegt, jezus man, dat je gewoon een andere partij nodig hebt om je game goed te krijgen. Wat een droevigheid. En de andere partij zegt, nou ja, slim. Ik bedoel, als jij binnen jouw bedrijf een bedrijf hebt wat gewoon de beste shooters, wat in staat is om de beste shooters te maken die de afgelopen gamesgeschiedenis heeft laten zien, waarom niet erbij gebruiken? Ik ben van de laatste categorie. Ja, hetzelfde. Ik bedoel, als jij in GTA een golfelement hebt, dan kan je ook even aankloppen bij de PGA Tour developers en zeggen, bewijzen van. Ik bedoel, ja. En ik denk dat het alleen maar goed is, want Starfield is een hartstikke ambitieuze game. En als jij op alle honken probeert je een voetje te hebben, dan moet je lange benen hebben. En ik denk dat het handig is als je dan samenwerkt met mensen. Dus ik begrijp heel goed dat ze dat doen. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat Sony doet. Hè? Ik bedoel, Guerrilla die helpt Naughty Dog en Santa Monica weer met aspecten en omgekeerd. Zodat alles binnen zo'n game en de gameplay-wise gewoon top level is. Want elke studio heeft zo'n specialiteiten. Mm-hmm. En ik denk dat Bethesda gewoon storytelling is. En met name de RPG-elementen. Om dan echt een wereld te maken vol met RPG-elementen. Maar het schieten. Ik vond Fallout altijd tof. Ik heb daar nooit echt probleem mee gehad. Maar het was niet het beste van het beste. En id Software is natuurlijk van, je kan veel zeggen over Quake en Doom en dat soort dingen.
Maar het knalde als een malle. Ja, precies. Dus, precies. Ja, ik vind dat eigenlijk heel sterk. En het is jammer dat het een beetje natuurlijk de hele tijd van... haha, zie hun, weet je wel, ze kunnen hun games niet maken. Dat heeft Microsoft over zichzelf afgeroepen, want hun games zijn niet goed op dit moment. Tot slot, wat denk je? Gaat Starfield, gaat die kwaliteit brengen of... ben je nu ook een beetje bang geworden voor alles wat Xbox uitbrengt? Ja, de laatste keer dat ik een sci-fi game heel erg op heb gehyped... en daar echt mezelf helemaal in op voor had ingekocht, zeg maar, dat was Cyberpunk. Dus ik ben een beetje terughoudend met helemaal hyped raken voor een sci-fi game. Maar wat ik heb gezien tot dusver... Ja. Ja, daar kreeg ik het heel warm van, ja. Okay. Ik kreeg een goed gevoel van. En ik denk dat Microsoft inderdaad alles op alles moet zetten als zij... willen meedoen. Ja. En dit kan echt een console seller gaan worden. En natuurlijk Forza hebben ze ook nog. En ik als race fanaat. Ja, nee, maar dat komt goed. Het laatste wat ik van Forza zag was een van de video van... oh, een blinde gast kan er nu ook spelen. Ja, leuk. Ik wil gewoon... Ja, dat is leuk. Nee, maar die andere mode zit er. Maar kijk, Forza is gewoon... bedoel, als je eenmaal een goede race game hebt... dan is het volgende deel opeens niet slecht. Ik bedoel, dat is tweaken en dat is wat dat betreft iets niet makkelijker, maar ja, het is feitelijk wel wat makkelijker dan een RPG, nieuwe RPG maken met een nieuwe wereld en alles. Het is fucking complex, dus ja. Neem wel een risico. Ik heb nog wel even wat gesproken met mensen van Bethesda en dat gevoel zit daar wel goed. En, dat is het belangrijkste. Dat is wel het belangrijkste. En mocht het niet goed zitten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze hem toch gaan uitstellen, maar. Dat weet ik niet zeker, dus laat het hopen wanneer, van niet. Wanneer komt die uit? Ja, het najaar. Het najaar, ja. Het moet Forza ook niet veel langer duren, want ja, Forza is fantastisch, maar het is natuurlijk maar voor een segment gamers. Het is net zoals vorig jaar eigenlijk de enige goede game 2023 Forza Horizon was. Het is een fantastische game, maar dat is geen system seller, weet je. Ik bedoel, dat is niet waar je een console mee verkoopt. Dus, nou, ik ben benieuwd. Ik gun Microsoft van harte. Ja, dus, we gaan het meemaken. Goed. Doorpakken. Dat was de Piepshow. Volgende week, ik ga ervan uit dat dan Boris daar gewoon weer zit.